Er zijn allerlei vormen van gezondheidsrisico's als je werkt. Zo'n arbeidsrisico komt regelmatiger op de werkvloer voor dan je denkt. Fysieke belasting is bijvoorbeeld zo'n arborisico. Klinkt heftig, maar wat is dit eigenlijk? Je beweegt tijdens een werkdag, maar soms wel wat te veel of weinig. Of zit je bijvoorbeeld lang in dezelfde houding? Of ben je juist aan het duwen, trekken, tillen? Dan moet je wel herstellen, anders wordt het echt fysieke overbelasting. Maar we kennen ook fysieke onderbelasting. Dan beweeg je echt. eh, uh, te weinig. Fysieke over- en onderbelasting. Zwaar belangrijk dat je jezelf ervan bewust bent. Het leert kennen. En als het voorkomt, bespreek het dan. Kaart het aan in een gesprek met je leidinggevende, die samen met de ARBO-coördinator kan helpen. Fysieke belasting. Overbelasting en onderbelasting. Een serieus Arbo-risico. Wil je er meer over weten? Kijk dan even op sbcm.nl/slash arbo.